Goedendag, kijk naar de weersverwachting van weerblazen.nl. Dit zijn de temperaturen van vanmiddag tot nu toe: rond de 6 graden op de Waddeneilanden en rondom het IJsselmeer. En in de rest van het land was het duidelijk zachter, met zelfs 10 graden langs de oostgrens. Misschien dat het daar nog net 11 graden gaat worden, want de temperatuur loopt in de namiddag nog ietsje op. Hoge temperaturen, dat heeft alles te maken met de positie van dieet, we hebben het daar wel vaker over. Als de jet aan de noordkant van ons zit, dan bevinden wij ons in de zachte lucht. En bevindt hij zich aan de zuidzijde van Nederland, dan hebben we met koude lucht te maken. En wat is nou eigenlijk de jet? Dat is een hele harde wind, hoog in de atmosfeer, op zo'n 5 tot 10 kilometer hoogte. We zien hem hier in beeld. En uh, nou eigenlijk is het hoe roder, hoe harder de wind staat. En in dit geval waait hij dus zo. En daarna hebben we een opgaande tak. En die gaat weer die kant op. Dat betekent dat wij dus in de warme zijde zitten en daar zijn de temperaturen dan boven normaal. Moeten we dus aan de koude zijde komen, wil de temperatuur naar beneden gaan. Nou gaat dat gebeuren nou, als we de boel in beweging zetten, dan zien we dat de JET onze kant op komt. Dat gaat vaak samen met gebieden met regen, want daar uh, ligt de JET meestal in de buurt. Andere naam voor de JET is trouwens de straalstroom. En als we dan in richting het weekend kijken, dan zien we dat hij langzaam wat zakt. Niet meteen gaan juichen dat het winterweer wordt, want uh, dat is niet het geval. Maar de nacht van zaterdag op zondag is wel de nacht dat de temperatuur onder nul gaat komen. Echt doorzetten doet het nog niet met uh, uh, het worden van uh, kouder weer, want uh, daarvoor moet hij echt veel noordelijker gaan komen. Hij loopt nu ongeveer daar dus. En uh, als je echt koud weer wil hebben, nou, dan moet hij uh, echt uh, bijvoorbeeld zo gaan lopen. Trouwens, ook een hele forse jet in de buurt van Turkije. Als je die kant op moet vliegen en je moet er doorheen, dan kun je rekening houden met stevige turbulentie. Er wordt daar ook slecht weer in het zuidoosten van Europa. Dan nog even de normale weerkaarten met de bewolking en de neerslag. Dan zien we dat het regengebied, wat nu voor de kust ligt, langzaam vannacht over het land trekt en morgen boven Duitsland ligt. In de Alpen en in Beieren valt sneeuw. Volgende storing trekt zaterdag onze kant op en dat bereikt ons zaterdagavond. En het echt grote regengebied komt dan in de nacht naar zondag. En dan ook behoorlijk wat regenval verwachten we. Het is allemaal regen, het is geen sneeuw. Daarvoor moet je echt naar Scandinavië of nog noordelijkere regio's. Ook vanavond geen sneeuw, wel regen. Vanmiddag valt er hier en daar al wat regen en motregen, en vanavond gaat het vanuit het westen harder regenen. Zodra het koufront passeert, draait de wind van zuid naar noordwest. Dat gebeurt aan het einde van de avond in het westen, en in de nachtelijke uren gebeurt dat dan overal. Aan het einde van de nacht trekt de regen via het oosten naar Duitsland weg. Dan wordt het overal droog, maar echt opklaren doet het nog niet. Temperaturen daardoor boven het vriespunt tussen de 2 en de 4 graden. Morgenochtend trekken de wolkenvelden wel weg, dan blijft het overal droog en gaat steeds vaker de zon schijnen. En vooral morgenmiddag, als de wind ook nog eens iets afneemt, dan is het heerlijk weer. Geregeld zonneschijn, droog, temperaturen van 7 à 8 graden en dan dus geen 4 tot 5 boor voor, maar 3 tot 4 boven voor. En de vrijdag is dan ook meteen de beste dag, want in het weekend wordt het weer wisselvallig. Zaterdag is het in het westen al bewolkt en valt af en toe motregen, daar weinig zon. In het oosten van het land is het nog lange tijd droog, daar komt de regen pas in de namiddag of avond. Wel een stevige wind, 6 tot 7 boevoer aan zee, 5 boevoer in het binnenland. Zondag wordt het nog slechter weer, na een koude nacht, overdag dus bewolkt een periode met regen. Er zijn zelfs enkele modellen die met een storm komen... Ik houd voorlopig nog even op windkracht 7 aan zee. Maar een uh, onstuimige dag dus. Temperaturen 8 à 9 graden. Maandag neemt de buigheid weer wat af. Breekt uh, soms de zon door. Maar ook dan absoluut geen winterweer. Temperaturen rond de 8 graden. En kijken we naar de langere termijn. Nou, dan zien we dat het kwik heel voorzichtig iets daalt. De nachten worden wat kouder. Kans op vorst uh, neemt ja, eigenlijk pas na een volgende week weer wat toe. En overdag ja, kan het eigenlijk alle kanten op. Maxima waarschijnlijk boven de 5 graden en zien we daar heel voorzichtig een temperatuur boven de 10 graden. Nou, het is allemaal nog heel ver weg. Maar in ieder geval kunnen we van de winter waarschijnlijk wel echt afscheid nemen. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.